Dit is het Stadspaleis van Lodewijk van Gruthuizen. Het is gebouwd op een plek waar ooit een magazijn stond voor gruut, waarmee men bier brouwde. En het is eigenlijk Lodewijk die het woonhuis van zijn vader heeft uitgebreid in de 15e eeuw. Dat gebouw is dan heel sterk verwaarloosd toen het een paar eeuwen is gebruikt als berg van barmhartigheid. En halfweg de 19e eeuw beslist de stad Brugge om het gebouw aan te kopen om er een museum van te maken. En het wordt dan heel grondig gerestaureerd, gedurende meerdere decennia, door Louis de la Sonserie, stadsarchitect op dat moment in Brugge. En hij had heel veel elementen toevoegen aan het gebouw zoals we het nu vandaag kennen. In 2014 was het gebouw opnieuw toe aan de restauratie. En dan hebben we met heel veel aandacht voor die laag die de la Sonserie eraan heeft toegevoegd, het gebouw gerestaureerd. Wat ik heel bijzonder vind aan dit paleis is onder andere het feit dat we het oude binnenhof opnieuw hebben omsloten. Op die manier hebben we de huiselijke sfeer van de woning van een weliswaar hele rijke Brugse familie helemaal in ere hersteld. En schittert dit paleis nog veel meer dan tevoren. Het start natuurlijk met de inkomruimte. Inkomruimte die we vrij wilde maken van allemaal praktische beslommeringen voor de bezoeker, net omdat die zo bijzonder is. Je zal ook zien dat wij die 19e eeuwse baksteenimitatie terug hebben gebracht. Daar hebben twee schilders meer dan 7 weken lang aan gewerkt om eigenlijk al die lijnen terug op de muren te zetten. Dat hoogtepunt wordt meteen gevolgd door de erezaal. Zoals je ziet hebben wij daar een nieuwe vloer aan toegevoegd. Een vloer waarvoor we ook konden putten eigenlijk uit dat archief van de la Sonserie. Je ziet dat alle elementen die hier zo belangrijk zijn, die schouw, die detaillering en de balken, dat die allemaal heel mooi uitkomen tegen de kleuren die de museumruimtes hebben gekregen. De meest bijzondere ruimte in het museum is ongetwijfeld de bidkapel van Lodewijk van Gruthuizen. In 1472 kreeg hij het enorme voorrecht om die te mogen bouwen, waardoor hij vanuit zijn eigen woonhuis de mis in de Onze Lieve Vrouwkerk kon bijwonen. En als je dan nog verder gaat door het museum, kom je helemaal boven in de grote zolder. Die heette vroeger de Grote Reserve, omdat die volgestouwd stond met de museumcollectie. Maar nu hebben we die terug toegankelijk gemaakt voor de bezoekers. En je zal zien dat we die 19e eeuwse beschildering terug met die plus et en vous helemaal terug hebben mooi gemaakt. Dit project verdient alle aandacht omdat we de authenticiteit van het gebouw, met de vele lagen die het heeft, het Stadspaleis van Lodewijk van Gruthuizen, maar ook het 19e eeuwse museum en de sfeer ervan, dat hebben we kunnen bewaren en dat hebben we kunnen brengen in een hedendaags museum dat door heel veel bezoekers en bruggelingen kan gesmaakt worden.